Ik ben Bernard Marijt, geboren in 1955. Mijn beroep is klassicaarspecialist. Ik heb microbiologie gestudeerd en ook als dusdanig gewerkt. Maar die passie voor auto's is altijd alles overheersend gebleven. En in 1988, ondertussen 33 jaar geleden, heb ik mijn beroep veranderd en heb ik mij volledig toegelegd op mijn autopassie. Het is een Bugatti Type 57 en het is de Stelvio. De Stelvio is de vierzit cabriolet. Deze auto is wel bijzonder, want hij is de auto van het Salon van Parijs in 1936. We hebben hem in een heel shabby, verwaarloosde staat teruggevonden. En we hebben hem op basis van de informatie die wij vergaard hebben kunnen restaureren zoals hij destijds uit de fabriek gekomen is. Ik ben Luc Zwerts, ik ben ook oprichter van Marijt en ik heb eigenlijk de taak van de auto's volledig te restaureren. Neem ik op mij met onze ploeg van ons mannen. Wij demonteren de wagens volledig. Wij gaan kijken wat zijn de originele onderdelen die er nog bij zijn. Wat is het carrosserieplaatwerk dat we zien die nog origineel is. Wat zien wij in de motor, het technisch gedeelte. Is er soms niet iets bij aangemonteerd geweest van te moderne onderdelen. En wordt er dan terug alle originele onderdelen die we tekort hebben van Bugatti gezocht in Frankrijk. En wordt er terug bijgemaakt. Ik ben natuurlijk stapelzot op auto's. Zeker als wij zo'n auto hebben kunnen restaureren en hem teruggebracht hebben naar zijn oude glorie, dan is het afscheid eigenlijk moeilijk. Maar ik heb daarvoor een mentale trick. En als ik hem zie rijden, dan zeg ik, het is mijn auto. En dat is zo een soort arrogante liefdesverklaring eigenlijk aan die auto. Maar op die manier kan ik er ook afscheid van nemen, want feitelijk blijft hij altijd van mij.